oefeningen voor de voedselpaceplate. Het is heel belangrijk om voordat u opstaat, dus uit bed of als u gegeten heeft of 's avonds op de bank, om de voedselpaceplate te rekken. Dit kan op twee verschillende manieren. U pakt de voet vast. En dan gaat u met de vier tenen, dus niet de grote teen, maar de andere vier tenen, trekt u maximaal naar achter. En als het goed is, voelt u onder de voetboog, voelt u spanning. Het is belangrijk om dit 7, 8, 9 keer achter elkaar te doen, voordat u op gaat staan. Stel je voor dat u op uw werk bent en u heeft uw schoenen aan en kan niet uitdoen. Dan kan u het beste rekken door middel van op te staan, voordat u met uw gewicht opstaat. En de hiel optillen en neerzetten. En vervolgens 5, 6, 7 keer. En op deze manier voelt u ook rek op de voedselpaceplate.